Yo, what up, it's your boy, Mr. TLP. Welkom bij het tweede deel van de podcast met Cindy Vromen. Nou, deel 1 was natuurlijk al geweldig. Maar zoals ik jullie al beloofd heb, zou ik jullie even gaan vertellen wat ik allemaal in de goodie bag heb mogen ontvangen. Nou, we beginnen heel even met dit boekje. Wat ik wilde zeggen, folder. Maar het is natuurlijk geen folder, want het is best wel uitgebreid. Nou, wat kunnen jullie allemaal verwachten? Laten we even beginnen bij het begin. Nou, natuurlijk een welkom en een feel-good. Wat is overgewicht? Het yo-yo effect. Feel-good, detox sturen. Wat doet kuur? Kuurfases, et cetera. Wat mag je eten? In fase 1, fase 2, noem maar op. Nou, dus eerst wordt er gesproken over het mentale gedeelte. Met name over het yo-yo effect. Dan hebben ze het ook nog over de detoxkuur. En wat doet deze kuur? Een reset. Je immuunsysteem, vetverbranding, spierbehoud, ontzuring, darmflora en ontgiften. Dan zijn er natuurlijk een aantal fases waar het allemaal uit bestaat. Het is gewoon lekker overzichtelijk. Je kunt zelf ook extra kanttekeningen plaatsen. Weet je, het is wel handig, want zo heb je natuurlijk ook wel gewoon iets om handen wanneer jij bezig bent met het afvallen, het zorg voor jezelf, je mindset. Dan heb je altijd iets waar je op kunt terugvallen. Dus dat is wel gewoon echt super chill. Nou, wat ook gewoon relax is, is dat bijvoorbeeld, hier hebben ze bijvoorbeeld een pagina. Wat je bijvoorbeeld mag eten in fase 2 en 3. Dat zijn dingen als rundvlees, kalfsvlees, gevogelte, vis, eieren, soja, weet je, allemaal dat soort dingen. En het is gewoon fijn, want zo hoef je niet te gaan, te gaan YouTuben om te gaan kijken van oké, ja, wat mag ik wel hebben en wat mag ik niet hebben. Nou, dan kan ik nu al zeggen dat jij gewoon 10 verschillende antwoorden gaat krijgen van 10 verschillende mensen. Dus dat schiet gewoon allemaal niet op. En zo heb je natuurlijk wel gewoon een goede leidraad over wat je wel en wat je niet mag hebben. Er staan ook gewoon schema's in. Het is ook gewoon een soort van dagboek wat je kunt bijhouden. Je hebt ook dagelijkse weegmomenten. Dus dat is natuurlijk allemaal gewoon super chill. Het geeft je echt een houvast. Dus daar ga ik zeker gebruik van maken. Dat vind ik natuurlijk wel gewoon chill. Ik ben zelf iemand die heel schematisch is. Je kunt mezelf ook gewoon Captain OCD noemen. Vind ik geen enkel probleem. Nou, wat heb ik dan ook nog gekregen? Dat zijn pre-workout zakjes, om het maar even zo te noemen. Ik houd het maar even zo. Ik zal even een foto plaatsen rechtdoor, zodat het wat duidelijker voor jullie te zien is. Deze, laten we even kijken, man. Dit is een bessensmaak. Vind ik prima. Hebben we ook nog andere smaakjes. Dit is ook, even kijken, bessen. En dit is volgens mij, nee, volgens mij zijn het allemaal bessen smaakjes. Maar dat vind ik helemaal prima, want dat vind ik wel een lekkere smaak. Dus dat heeft Cindy gewoon prima aan mij kunnen aflezen. Dan heb ik ook nog koolhydraatblokkers van haar gekregen. Dus wellicht dat ik ze in de toekomst ga proberen, maar ik zal jullie wel alvast even erbij vermelden. En dat heeft gewoon meer met mij te maken. Ik probeer altijd alles vanuit een basis te doen. En dat is mijn eigen overweging. En wat ik jullie wel kan vertellen is dat de koolhydraatblokkers voornamelijk gebaseerd zijn op kidneybonen extract tabletten. Dus geen geen fabriekse rotzooi, geen chemische troep. Weet je, het is allemaal wel naturel, dus het kan geen kwaad. En wat ik dan ook nog heb gekregen, nou, dat is tandenpasta. Dus dat lijkt me best wel chill met mint. Dus ik ga gewoon weer lekker ruiken. En laten we in ieder geval verder gaan met het tweede gedeelte van de podcast. Ik wil Cindy nogmaals bedanken van Amazing You. Dus ga even naar haar website www.amazingyou.nl. En dan checken we ons later. Hey, en abonneer en like meteen even. Dank je wel, man. Website, dat is www.amazingyou.nl. En daar kunnen mensen alle informatie vinden over de behandelingen, over wat ik doe. En ook over de producten die ik aanbied.
Oké, top. Wat ik, zeg maar, om daar heel even op in te haken. Nou, wat ik wel gewoon heel positief vind is... ik ben echt blij, echt gewoon oprecht blij... Dat je dus een ervaringsdeskundige bent in de zin van dat je... Ja, ik ben niet blij dat je te zwaar bent geweest, maar... Maar dat je wel weet hoe het is. Mm-hmm. Weet je wel, want ja, wat ik zelf echt haat... En dat is niet om te haten op andere mensen, want zo ben ik niet. Maar als ik bijvoorbeeld stel... Oké, weet je wel, een persoon, of het nou een man of een vrouw is... Gaat naar het CIOS, haalt zijn diploma... Is eigenlijk nooit dicht geweest, weet niet... Van mm-hmm. de mentale problemen mm-hmm. af, van de sociale problemen af. Mm-hmm. Weet je wel, weet niet hoe het is om onzeker te zijn. Weet je wel, is een, weet je wel, gym teacher, weet je wel, die, ja, sixpack, weet je wel, alles erop en eraan ziet er gewoon prachtig uit. Alleen, totaal, ja, heeft geen ervaring, weet je wel, van hoe het is. Nee. Weet je wel, en ik denk dat bij jou, om dan heel even terug te komen van, ja, punt 3 is, ja, wat maakt Amazing You dan, ja, als anders dan de rest? Ik denk... Juist omdat jij zelf in die positie gezeten hebt. Mm-hmm. Omdat ik me kan inbeelden hoe de klant zichzelf voelt. Hè? Ja. Omdat ik ze daar zo graag uit wil helpen. En ze dat gevoel wil geven wat ik zelf ook ervaren heb toen ik 35 kilo lichter was. En ja. Ik denk dat je zelf ook iets moet meegemaakt hebben om anderen daarmee te helpen. Kijk, want anders weet je totaal niet waar nee, je over precies. Hebt. En dat kan ik gewoon echt wel waarderen. Ja. Dat vind ik alleen maar tof. Dus ja, goed bezig. Dank je. Dan gaan we even door naar vraag 6. Ik denk dat ook wel weer goed aansluit op de vorige vraag. En die luidt als volgt. Wat is een gewichtsbeheersingcoach? Een gewichtsbeheersingcoach is een coach die mensen helpt om hun gewicht onder controle te houden. En met blijvend resultaat, dat is een gewichtsbeheersingscoach. Oké, en welke... Ja, laat ik zeggen, tactieken, zeg maar. Geef je de mensen dan eigenlijk mee of adviezen van, oké, kijk, ik persoonlijk, om maar even een voorbeeld te geven, ik ben heel schematisch. Mm-hmm. Weet je wel, ik heb, als je het zo mag zeggen, weet je wel, volgens de bedrijfsarts heb ik ADD en dat kan ik ergens ook wel begrijpen. Want als ik niet alles schematisch doe, weet je wel, dan raak ik het gewoon kwijt. En dat... Dat helpt mij in principe wel, zeg maar, om mijn gewicht ook te beheersen. Want omdat ik alles opschrijf, weet ik precies van, oké, nu stagneer ik. Of oké, nu gaat het lekker. Of, ik ben even 0,3 gram bijgekomen. Ik moet weer even die switch maken. Is er iets, zeg maar, wat jij de klanten, zeg maar, meegeeft? Ja, wij hebben een boek, dat geef ik sowieso mee naast de uitleg die ik natuurlijk al in mijn salon geef. En daar staan ook schema's bij. Er staat een meetschema in waar je je eigen meting kunt bijhouden, je gewicht kunt bijhouden. En ik denk dat dat ook wel een eye-opener voor jezelf is, om te kijken van, hoe is mijn vooruitgang? Mm-hmm, en daarbij is dit, ik noem dit geen dieet, want dat is het ook niet. En het woord dieet heb ik eigenlijk ook een hekel aan. Maar het is een levensstijl en het is iets dat je hele leven kunt volhouden met handvaten en adviezen en tips. En je gaat ook daarna stabiliseren. En dat wordt heel vaak niet gedaan. Mm-hmm. Je gaat een dieet doen. En zodra ze dan weer normaal beginnen te eten... Ja, dan komt dat gewicht er even hard weer bij. Dus je moet stabiliseren. Dat is het belangrijkste van de hele fase. En daarna ga ik ook... Ik laat het dan ook niet los. Het is niet zo van... Oh, je hebt de kuur gedaan en is het klaar. We gaan dan stabiliseren. En we gaan dan ook adviezen geven van... Hoe nu verder in je verdere leven. Mm-hmm. Hoe kun je dit blijven volhouden? En hoe blijft het ook leuk? Zodat je jezelf toch af en toe ook iets kunt permitteren. Hè? Inderdaad. Maar heb je nu... ook wel eens bijvoorbeeld momenten gehad dat je bijvoorbeeld, stel ik ben een klant van jou, ik kom binnen, weet je wel, veel te zwaar en je legt me alles uit, het gaat goed, ik ga afvallen en om dan even te komen op dat stukje stabiliseren. Ik ben dus bijvoorbeeld een emotioneel persoon en ik ga weer eten, weet je wel, hoe zou je die situatie aanpakken? Dat is altijd coaching en begeleiding natuurlijk en
Ja, dat ligt een beetje afhankelijk van persoon tot persoon. Hè? Wat zijn je problemen? Waar loop je tegenaan? Daar ga ik dan echt wel dieper met je over in gesprek. Mm-hmm. Dus, en dat is wel, ja, bij iedere persoon is dat natuurlijk ook anders. Hè? Dus eigenlijk ben je ook weer een stukje psycholoog. Ja, soms wel. Ja, toch? Ja. Soms wel. Nou, je doet gewoon alles tegelijk. Ja. Even kijken. Gaan we even door naar de volgende vraag. Nou, we hadden het toen net al een beetje zeg maar, over het afvallen en zo. Hè. En waar ik mezelf behoorlijk aan kan storen, maar dat is mijn eigen mening, is bijvoorbeeld het is Ozempic. Is een soort van afvalmiddel of zo, weet je al, wat ja, de laatste paar maanden in één keer door best wel veel mensen wordt gebruikt. Mm-hmm. Ik kan je, ja, dat is mijn mening, ik ben er geen voorstander van, maar hoe kijk jij er tegen? Ik ben er absoluut geen voorstander van, want dat kom je weer terug op het verhaal van, bijvoorbeeld een operatie doen, als jij je mindset niet verandert en... Ja, ik vind het een onnatuurlijk middel en laat het voor de mensen die het nodig hebben, sowieso, mm-hmm. zeg ik dan. Ik ben er geen voorstander van, nee. Het is een onnatuurlijk middel dat je gaat gebruiken om af te vallen waar het al helemaal niet voor bedoeld is. Dus ja, wat krijg je daarna voor bijwerkingen ervan? Wat doet het op de langere termijn? En ik denk dat mensen daar helemaal niet over nadenken. En ja, zodra precies. je stopt met dat middel en je gaat weer terug in je oude gewoontes vallen, dan kom je dat gewicht even hard weer bij en misschien zelfs nog meer. Ik vind het echt gewoon ja, best wel ongelofelijk, hè, dat mensen dat gewoon durven te nemen. Mm-hmm. Dat, ja. Ja, ben je zo desperate, weet je, zo wanhopig om, weet je, om iets in je lichaam te spuiten waarvan je eigenlijk niet weet hoe het nou precies wetenschappelijk werkt. Nee, precies. En daarna zeg maar, viel me net even in. Ik had ook een, volgens mij was dat Stegeman of zo. Die dus ook, want kijk, Ozempic is natuurlijk dan ook weer met iets wat op de zwarte markt. Mm-hmm. Tevoorschijn komt omdat heel veel mensen het willen hebben. Het is duur, het ligt niet voor handen. Dus het is een perfect product zeg maar, om gewoon het zwarte markt te gaan verkopen. En dat maakt me nog banger. Weet je wel? Want, ja. En dat is ook waar ik soms wel tegenaan loop. Kijk, de producten wat ik heb, die zijn allemaal 100% op natuurlijke basis. En soms vragen mensen dan, kan ik dat wel veilig nemen? En dan denk ik, je kijkt ook niet wat in een fles cola zit. Nee. Je kijkt ook niet wat in bijvoorbeeld een ander middel zit, wat ze al allemaal geprobeerd hebben. Mm-hmm. En gewoon via een of andere loesje site op Facebook besteld hebben. Ja. Daar loop ik wel tegenaan. En dan moet ik echt wel soms mijn best doen om ze te overtuigen van, kijk, het is gemaakt van fruit en groente, wat niet bewerkt is. En dat is lastig, want kijk... Maar dat is wat jij zegt. Ik zie dat gewoon al voor me. Weet je, dat iets wat zij gewoon kunnen natrekken. Hè? Want ik neem aan zeg maar, dat het product ook ergens geregistreerd staat. Ja, en dat je ook gewoon kunt inzien. En dan gaan ze dezelfde dag nog. Weet je wel, ik eet ook een zak chips. Weet je wel. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet gezond. Maar diezelfde mensen gaan wel naar de winkel. Weet je wel, om dan shit te halen waarvan ze weten van ja, dit is gewoon niet goed. Ja. Dat heel erg wantrouwend, maar dan toch weer. Weet je, toch weer die andere kant op gaan. En dan denk je, oké. Precies, als je gaat onderzoeken wat in cola zit, ja, daar word je gewoon ook niet goed van. En het is inderdaad, veel mensen vinden het lekker, het werkt verslavend. Maar dat wordt ook niet nagevraagd, dat wordt gewoon in het karretje gesmeten. En dat is moeilijk, want dat wordt eigenlijk genormaliseerd. Het ongezonde, het kwaaltjes hebben, het ziek zijn, dat is gewoon normaal tegenwoordig. Ja. Als je nu op een feestje bent en je zegt, ik hoef geen stuk vla. Hoef jij geen vla? Waarom hoef jij geen vla? Dan hoef je er bijna al niet meer bij. En dat is, dat zijn keuzes wat je dus echt voor jezelf maakt. Dat is die sociale druk die dan op je wordt gelegd. En ook heel veel mensen zeggen, het moet wel leuk blijven. En dan denk ik, dus als je slank bent en je goed voelt, dan met gezond eten kan het er niet leuk zijn. Ja, dus alles wordt eigenlijk gebaseerd op...
Ja, tuurlijk, het is leuk als je samen zit en je hebt lekker eten op tafel staan. Maar het is niet een must om het gezellig te hebben. Nee, precies. Ja, zeker waar. Klopt. Ik heb dat ook, hè. Weet je, kijk, ik ben, mensen weten dat, ik ben moslim. Ik ga ook wel eens naar feestjes, maar ik drink geen alcohol. Mm-hmm. En dan, ja, weet je al, zoals je zegt, weet je, mensen denken dan ook van, weet je, maar ik heb er geen zin aan je zin hebben. Nee, hoezo niet? Ik heb het juist super naar mijn zin. Ja. Weet je wel, ja, ik, op het einde van de avond ga ik weg met een volle portemonnee. Weet je, terwijl jij misschien 150 euro hebt uitgegeven voor een feest, weet je, wat je de dag daarna niet meer kan herinneren. Ja. Ja. Weet je, ja, prima. Kijk, ik weet hoe het is om het wel te doen, weet je wel. En in die tijd, weet je, vond ik het ook wel prima. Alleen het is natuurlijk ook een beetje sociale druk. Ja, ja, dat is het ook tegenwoordig. Is dat even, mensen staan niet standvastig in hun schoenen. En als ze in een groepje zitten en er wordt besproken van, goh, kom, pak je dat stuk vla nu. Dat is ook vaak een spiegel, wat je jezelf dan voor kunt houden. Want als jij tegen mij zou zeggen, pak dat stuk vla nu, dan is dat waarschijnlijk dat jij zoiets hebt daarna van, goh, kijk, ik ben niet de enige die het niet lukt. Ik zeg maar wat. Hè? Ja, snap je? Ja, dat is ja, de zeker, bevestiging ja. voor die anderen. Van, klopt. Goh, zie je nou, hij haar lukt het ook niet. Dus ik ben niet de enige die faalt. Ja, en ja, kijk, klopt. Als ik gelukkig ben en ik sta zeker in mijn... Ik zit lekker in mijn vel en ik sta... Dan ga ik niet jou dwingen om dat stuk vla te nemen. Dan denk ik van, goh, hij... Laat maar. Die maakt de keuze voor zichzelf. En dan ga je niet iemand dwingen om toch dat stuk vla te nemen. Klopt. Nee, dat is helemaal waar. Dus bij deze, weet je wel, beslis gewoon lekker zelf. Of jij die calorieën naar binnen wil gooien, ja of nee. Dus ja, ik weet je, dat is precies wat jij... toen net had het over mindset. En dat is iets wat ik ook heb moeten leren. Weet je, het is echt moeilijk. Mm-hmm. Het is echt niet makkelijk als je er niet... Je bewust mee bezig bent. Mm-hmm. Kijk, sommige mensen die... Kijk, ik heb vroeger ook wel eens keto gedaan of zo, weet je wel. Dat heb ik dan 2 maanden volgehouden, wat ja, best wel lang is eigenlijk. Maar voor mij zou dat nooit werken, terwijl voor het meisje, zeg maar, wat dat deed, werkte dat perfect. Mm-hmm. Weet je, maar tegen mij moet je niet zeggen van, ja, je mag die zak chips niet, of je mag die hamburger niet, of je mag die pizza niet. Dat werkt niet bij mij. Mm-hmm. Weet je, maar als ik bijvoorbeeld, wat voor mij werkt, is gewoon... heel makkelijk gewoon een calorie deficit aanhouden. Mm-hmm. En als ik dan gewoon weet van, oké, okay, nou, het gaat lekker in mijn schema, het gaat prima. Mm-hmm. Nou, ik mag een keer, weet je, gewoon die pizza pakken of ik mag die hamburger pakken. Dan ga ik er ook echt van genieten. Ja, weet precies. Je, dus... En dat is, je kunt genieten, maar als je levenskwaliteit wel ook op latere leeftijd en je wil je gezond en fit voelen, ja, dat zijn keuzes wat je moet maken. Ik zeg altijd, mijn lichaam is mijn tempel en daar moet ik goed voor zorgen. Yeah. En als jij, dat heeft ook te maken met een stukje zelfliefde, denk ik. En ik voel me nu goed, ik voel me fit, ik voel me gezond. Maar het is niet dat ik niet eens kan genieten van een wijntje of frietje. Mm-hmm. Of, nee, dat eet ik ook wel eens, maar dat trakteer ik me dan op in het weekend. Ja, ja, precies. Die 80-20 eigenlijk. Ja, precies. En dan heb je ook iets om naar uit te kijken. En dan kun je ook wel genieten van lekker eten. En vanavond ga ik ook lekker uit eten. En dan let ik er ook niet op. En dan geniet ik ook van wat ik voor me krijg. Maar ik, door de week hou ik me wel weer eraan. En, maar dat is eigenlijk best wel... Ik vind deze uitzending gewoon heel vet. Omdat... Ik heb het niet eens zo opgesteld, hè. Maar... Elke keer, zeg maar, als we het ergens over hebben, dan gaat de volgende vraag eigenlijk alweer een beetje erover. Dus we hebben gewoon steeds bruggetjes. En dat vind ik best wel vet. Want de volgende vraag is, ja, hoe ga je dan eigenlijk om met al die verleidingen qua voeding en dranken? We hadden het net al een beetje erover van, ja, goed, weet je, als je op een feestje bent, weet je, misschien is het voor jou en mij wat makkelijker nu om nee te zeggen. Mm-hmm. Maar hoe gaat iemand... stel, we creëren gewoon even een scenario van even een jongen die wat te dik is, weet je al, misschien niet zo goed is in contacten leggen, die er toch graag bij wil horen. En ja, hoe ga je die persoon vertellen van, gast... Ja, dat is heel lastig. Ik kan alleen maar zeggen, kies voor jezelf. Want je eet zelf dat stuk vla. Dat eet je niet voor een ander, maar je eet dat voor jezelf. Mm-hmm. Dus maak die keuze gewoon voor jezelf. En
Ik kan me ook wel voorstellen dat sommige mensen als ze iets hebben, als ze al zwaar zijn van, goh, ja, dat stuk vla, dat maakt nu ook niet meer uit. Mm-hmm. Maar als je zo denkt, ja, dan wordt het van kwaad tot erger. Dus je kunt het ook omdraaien naar iets positiefs en denken van, goh, als ik nu een jaar even oplet, dan kan ik dadelijk wel weer genieten wanneer ik dat wil. Is het bijvoorbeeld, om gewoon even een andere kant te belichten, hè? Mm-hmm. Wat ik dan bijvoorbeeld misschien zou doen, en dat kan slecht of goed zijn, ligt er maar aan hoe je het bekijkt, is om bijvoorbeeld keuzes te maken, want daar gaat de vraag zeg maar een beetje om, van, ik zou bijvoorbeeld dan zeggen van, ja, weet je wel, sorry Pik, maar ik ga gewoon niet komen. Weet je, want waarom zou ik mij in die verleidingen zeg maar laten komen om... Dat kan ook, maar in het begin, hè? In het begin. Ja, maar dan ga je misschien wel ook weer een stukje isoleren, hè? Omdat je bang bent voor de groepsdruk. Ik begrijp inderdaad wat je daarmee bedoelt te zeggen, maar die verleiding zal er altijd zijn. Als je in de winkel loopt of je gaat ergens naartoe, die verleiding zal er altijd zijn. Dus het is moeilijk om je dan daarvan te gaan distancieren, want dat gaat eigenlijk niet. Kijk om je heen, overal is er verleiding. Hè? Mm-hmm. Dus dan ga je jezelf eigenlijk opsluiten omdat anderen genieten van lekker eten. Ja, ja, ja. Dat is ook, ik vind dat, ik zou dat onnodig vinden. En wat ik er ook wel bij moet zeggen, is de producten die wij aanbieden in onze kuur, die zorgen er ook echt wel voor dat je smaakpapillen veranderen. Ja. Dat je bijvoorbeeld geen zin meer hebt in zoetigheid, dat je een vol gevoel hebt ook, maar dat je ook alle voedingsstoffen bij je binnenkrijgt die je hoort te krijgen. Mm-hmm. En daardoor heb je enorm veel energie en ben je eigenlijk helemaal niet bezig. Ja, met ja. Dat, ik moet dit in mijn mond duwen en dat in mijn mond duwen. Omdat je, als je honger hebt, is het eigenlijk een teken van je lichaam. Dat je lichaam zegt, ik heb voedingsstoffen nodig. Mm-hmm. Ik heb vitamine A nodig, ik heb vitamine D, ik heb mineralen nodig. Ja. Dat is het teken van je lichaam. Maar wij gooien daar iets in. En na een uur hebben we weer honger. Ja, precies. Dat is het teken van je lichaam. Ja, ik heb wel gegeten, maar ik heb geen voedingsstoffen binnengekregen. Ja, ja, ja. Weet je, het is wel echt leuk dat je dat zegt, hè. Want ik vind het leuk zeg maar, om bijvoorbeeld ook real-life voorbeelden zeg maar, te geven. Nou, ik ben nu al een tijdje bezig. Ik ben nu in 3 maanden tijd 11 kilo afgevallen of zo. Netjes. Ja, dankjewel. Maar weet je, het grappige... Of ja, het is misschien niet grappig, maar... toen ik zeg maar ermee begon, natuurlijk het gewicht zat me wel dwars, weet je wel, maar ik moet misschien dat jij het gevoel ook kent, weet je wel, maar of ik nou 200 kilo weeg, weet je wel, of 80, ik blijf nog altijd gewoon Sally, weet je wel, ik blijf altijd nog gewoon mezelf. Mm-hmm. Dus daarin merkte ik zelf niet van, oké, er moet iets gebeuren. Het was echt pas op momenten, weet je, dat ik echt zoiets had van, ja, ik krijg mijn broek niet meer dicht, of ik had nieuwe kleren besteld, ik kreeg ze niet eens dicht, man. Weet je wel, dat ze dan eigenlijk gewoon... op dat moment pas heb van, ja, er moet echt iets gaan gebeuren, want... Ja, ja. Ja, dit gaat gewoon niet zo verder. Nee, en je gaat je ook onzeker voelen over jezelf, hè. Je gaat je onzeker voelen... Ja, zeker. Je voelt je niet meer energiek, je voelt je niet fit. En dan kom je ook in een negatieve spiraal terecht. Dat is echt wel... En dat in de kuur, wat wij aanbieden... Er is bewezen dat je in 44 dagen je hypothalamus kunt beïnvloeden. Mm-hmm. En dat doen wij ook in de kuur. Daarom is de kuur ook echt 44 dagen. Ja, ja, ja. Daarom heb ik het boek meegenomen, kun je dat helemaal lezen. Mm-hmm. En in die 44 dagen wordt je hypothalamus beïnvloed. En na die 44 dagen gaan we stabiliseren. En ik hoor mensen dan zeggen van, goh, Cindy, dat frietje, dat smaakt mij helemaal niet meer. Mm. Nee, want je smaakpapillen zijn veranderd en alles is helemaal beïnvloed. Je hebt voedingsstoffen binnengekregen, je lichaam is basis gemaakt door de producten. En dan ga je daar een zuur product in gooien. Je lichaam biedt dan weerstand. Mm-hmm. En dat merk je wel. Kijk, en dan eten ze een frietje en dan eten ze het nog een keer. Dan gaat dat natuurlijk wel weer. Ja, ja. Maar daarin is het wel makkelijk om te zeggen, kijk, het proef anders nu. Ik mis het niet meer, dus ik eet het met mate. En dat is wat in deze kuur ook gebeurt. Ja. Of je maakt het misschien zelf. Lekker zelf maken. Ja, kan ook. Ja. Want nu, zeg maar, toen je verhaal zeg maar, aan het doen was, toen was ik moest meteen denken aan een aantal dingen. Bijvoorbeeld, voordat ik het vergeet, COVID, moestuin,
en dagelijks eten. Daar wil ik het heel even snel over hebben. Mm-hmm. Want kijk, hè, toen ik COVID had, toen had ik geen reuk en smaak meer. Wat ik echt verschrikkelijk vond. Dat vond ik nog erger dan ziek zijn. Maar weet je wat ik nog wel gewoon kon proeven? Nee. En dat geeft gewoon echt aan wat voor rotzooi het is. Chips. Paprika chips. Ik zweer het je, op een gegeven moment was ik nog alleen maar paprika chips aan het eten. Want dat was het enige wat ik wel... Wat je proefde. Zalm was in één keer, weet je al, super vies geworden. Weet je wat ik normaal gesproken super lekker vind? Mm-hmm. Was in één keer heel, heel vies geworden. Dus smaakpupillen inderdaad, weet je, die zijn ook door de tijd heen, zeg maar, zijn die zo... Ja, verdoofd, ja. Verdoofd. Ja, ja, klopt, ja. Ik wilde zeggen verneukt, maar dat is weer de basement slang, weet je wel. Verdoofd, ja. En dat bracht me eigenlijk weer bij het stukje moestuin. Ik heb mijn vader even moestuin. Ik help hem ook al jarenlang ermee. En ik ken het verschil heel goed. Weet je, als jij bijvoorbeeld aardappelen van de moestuin of een komkommer van de moestuin gaat eten. En dan in het begin had ik zoiets van, wat smaakt dat raar. Mm. En toen dacht ik bij mezelf, nee, dit is de echte smaak. Juist. Dit is hoe het zou moeten zijn. Ja. Weet je wel, en niet die komkommers die geen petten hebben. Of, dat vind ik zelf wel heel erg raar dat is. Ja. Dat is gewoon niet natuurlijk. Ja. Weet je wel, dan denk ik bij mezelf, ja, we zijn onszelf zo ziek aan het maken. En dat doen we zelf. Ja. En dan willen we die maagoperatie. Of we willen een of andere quick fix of Ozempic of whatever. Ja. En dan, ja, weet je wel, dat... Vind ik gewoon heel erg vreemd dat we dat onszelf eigenlijk aandoen. Hè? Omdat je daar ook weer, komen we weer op een stukje bewustzijn. Dus als je er echt bewust van bent, dan ga je die change maken. En even kijken, waar had ik het over? COVID, moestuin en... Oh ja, dat voorbeeld wat ik je nog even wilde geven. Want jij had het net zeg maar over die voeding. Nou, weet je, over het algemeen gaat het goed. Hè? Maar op een gegeven moment, als je bezig bent met het levensstijl, weet je, of dieet ook. Maar dan... ben je wel eens een beetje moe van het eten. Dat gebeurt. Mm-hmm. Je moet alsnog gewoon altijd... Dat is gewoon een gouden regel. Calorie deficit, weet je al. Daar moet je gewoon altijd aan houden. Maar wat ik bijvoorbeeld lekker vind... is bijvoorbeeld... zijn dan bijvoorbeeld 4 sneetjes witbrood. 4 eieren, weet je al. En dat dan gewoon in de pan gemaakt. En wat ik vooral merkte... is normaal gesproken maak ik dan een... bijvoorbeeld een volkoren wrap. Weet je al, met tonijn en met wat kaas erbij. Weet je al. En dat... Ja. En ik merkte gewoon van toen ik die wrap had, ik had eigenlijk gewoon totaal geen honger meer tot misschien 5-6 uur. En dat had ik dan om 12 uur, hè. Ja, ja. En gisteren had ik dan toevallig die, weet je, die brood. En dan die, ik zweer het je, na een uur of anderhalf uur had ik al zoiets van, fuck, ik heb honger, man. Ja. Weet je wel, en dan, toen merkte ik het verschil al heel erg groot. Want kijk, je kunt die keuze wel maken. Hè? Je blijft nog altijd onder je calorie deficit. Maar hoe moeilijk wil je het jezelf maken? Ja, precies. Dus je kunt het wel hebben, maar je moet het wel echt plaatsen. En wat ik voor mezelf, hè, dat is mooi dat je dat zo aangeeft. Hè? Dat is net wat ik ook zei. Hè? Je lichaam vraagt dan, heeft dan wel... Iets, je hebt iets in je maag, maar je hebt geen voedingsstoffen binnengekregen. Dus dat je dan na een uur weer honger hebt, dat is, wij luisteren ook niet meer naar ons lichaam. Hè? Als we hoofdpijn hebben, dan gaan we dat onderdrukken, lekker paracetamolletje erin. Mm-hmm. Maar als je hoofdpijn hebt, heb je slecht geslapen, heb je stress, heb je te weinig gedronken. Mm-hmm. Hè? Daar kun je ook naar gaan zoeken. En het is inderdaad wat je zegt, dat je na een uur weer honger hebt. Ja, daar zit totaal niks in. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk, man. Ik denk, shit, man. Ik denk, wat moeten we gaan doen? Ja, ik heb maar in de tussentijd heb ik mezelf... weet je, dan maak je een theetje, maak je even een cup soep. Ja, weet je, wel, je gaat zoeken. En ik probeerde die calorieën in ieder geval zo laag als mogelijk te houden. Weet je, totdat ik weer fatsoenlijk mocht eten. Ja. Dus ik had echt zoiets van, het was wel lekker, natuurlijk. Het was even genieten. Of bijvoorbeeld, weet je... Ik kan hier echt uren over doorpraten. Maar ik heb bijvoorbeeld... ik vind warme chocomel, weet je wel, met deze tijd van een jaar. Mm. Super lekker. Mm-hmm. Kijk, en wat ik mensen wil meegeven, hè, is... Maak bewuste keuzes. Weet je wel, in plaats van de normale halfvolle chocomel, zeg maar, te nemen. Kijk even op die achterkant. Mm. Kijk even naar de calorieën, koolhydraten, waarvan suikers. Nou, ze hebben ook chocomel zonder suikers. Mm-hmm. Nou, dan zit je op, wat is het, volgens mij per 100 gram zat je op 50, als dat goed, nee, volgens mij nog minder zelfs. In ieder geval, uiteindelijk op 500 gram chocomel zit je op 250 calorieën ongeveer. Weet je, dus dat,
als je het allemaal een beetje in de gaten houdt, weet je, kan je gewoon prima leven. Weet je wel? Ja. In ieder geval, ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn, net zoals mij, die het gewoon niet kunnen handelen als je tegen mij zou zeggen van ja, dat mag je niet meer hebben. En denk van, nee, dus je kunt wel gewoon even slim gaan kijken van oké, kijk, die slagroom, die staat er natuurlijk bij, hè. En dat is natuurlijk die verleiding waar we het net over hadden. Maar toen had ik zoiets van, nee, weet je, ik zet al op 250 calorieën. Ja, nou, de slagroom kan ik niet goed meten. Hè, want ja. Hoeveel is het nou uiteindelijk? Ja, dat weet ik niet. Heb ik hem laten staan. Nee, ja. Ik ben al mega blij dat ik die chocomelk kan hebben. Weet je wel, in plaats van de karnemelk die ik normaal gesproken heb. Ja. Dus ik denk van, je kunt echt wel concessies doen. Maar je moet wel weten van, ja, waar past het in? En, precies, en... Wat ook nog het geval is, veel mensen zeggen dan, ja, de boodschappen zijn zo duur. Ja, dat klopt, maar of je gooit voor €200 aan eten in je karretje waar je totaal niks uithaalt. Of je gooit er voor €200 iets in waar je ook echt voedingsstoffen uithaalt. Mm-hmm. Waar je veel meer verzadigd gevoel van hebt. Klopt. En waar je je gezond van voelt. En dat zijn keuzes die je zelf maakt. En dat kan niemand voor jou doen, dat moet je echt zelf doen. Nee, inderdaad. Klopt. Ik vind dat we eigenlijk een heel mooi gesprek hebben gehad. Want we komen een beetje tot het einde. En ik denk al die punten zeg maar, die wij besproken hebben. Daarvoor kan je gewoon het beste naar Cindy Vromen. Onze dame. Zoals ik haar heb toegesproken in de chat. Maar... weet je wel, voor hetgeen wat ik zeg maar heb gezien op de website, wat ze heeft meegenomen, ook wat jij hebt verteld, want zeg maar jij kent me natuurlijk niet, maar ik ben altijd gewoon straight forward. Weet je wel, als ik hier een beetje het idee had van wat lul je nou allemaal, weet je wel, dan zou ik het echt niet aanraden. Maar ik denk dat je ook wel zeg maar, vooral toen je aangaf het stukje ervaringsdeskundige, dat je ook gewoon die ervaring zelf hebt. Mm-hmm. Dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Als je aan mij zou vragen van waarom zou je Amazing You aanraden, dan is dat mijn grootste reden eigenlijk. Weet je wel? Mm-hmm. Dus even kijken voor de laatste keer, de laatste vraag. Waar kan ik in contact komen met Amazing You? Je had de website al doorgegeven, maar als je hem nog één keer zou willen opnoemen. Yes, dat is www.amazingyou.nl. Nou, ik vond het in ieder geval een amazing gesprek. Yes. En dan wil ik jou bedanken voor deze podcast. Dankjewel. Tot de volgende.